Ja, voorzitter, niet specifiek over de energierekening, maar meer over het, de keuzes voor het kabinet in het algemeen. En ik zou de minister-president willen voorhouden of hij begrijpt dat heel veel mensen in Nederland het niet snappen dat wij, dat u als kabinet, demissionair kabinet, voornemens bent om volgend jaar 7 miljard euro uit te geven aan alles wat met klimaat en migratie te maken heeft. Dat u tientallen miljarden, dat is het 60, 70 miljard op de plank heeft staan voor klimaat en stikstof. En dat u daar in verhouding 2 miljard tegenover zet voor de koopkracht voor de mensen hier. Voor de ouderen, voor de mensen met een uitkering, voor de werkenden, van minimumloon tot en met modaal. U weet, heel veel mensen in Nederland maken zich grote zorgen of ze de vaste lasten wel kunnen betalen. En ja, die snappen niet goed, en ik, eerlijk gezegd snap ik dat ook niet, waarom u zo heel veel geeft aan andere doelen, klimaat, stikstof, ik zei het al, voorzitter, immigratie, asiel, en maar 2 miljard voor de Nederlandse. 2 miljard lijkt heel veel geld, maar als je het afzet tegen die andere uitgaven, ja, dan vraag je zelfs wel eens af, waarom worden de Nederlanders zelf zo karig bedeeld? Minister-president. Nou, het is niet 2 miljard. Het komt in aansluiting natuurlijk op wat wij doortrekken van het pakket van vorig jaar, waarvan een paar dingen vervallen, maar heel veel doorloopt, van bijna 5 miljard. Hè. Dus het is een veel groter bedrag dan 2 miljard. Die 2 miljard is daar bovenop. Dat is ook structureel geld, terwijl die grote fondsen is allemaal eenmalig. Waarom moet je ook die andere dingen doen? En is het en-en? Omdat je en moet zorgen voor een evenwichtig koopkrachtbeeld. Waarbij we er nu in slagen om de armoede niet te laten toenemen. En het aantal kinderen onder de armoedegrens zelfs behoorlijk te laten dalen. Maar je moet tegelijkertijd er ook voor zorgen. Ook voor de concurrentiekracht van onze economie. Als je al niet denkt dat de aarde opwarmt zoals sommigen. Ik denk wel dat dat het geval is. Maar als je dat niet zou denken. Ook voor de concurrentiekracht van onze economie is het van groot belang dat we die klimaatmaatregelen nemen. En dit land een schoon en modern land blijft waarin bedrijven willen investeren. Dat geldt ook voor stikstof. Want als je al niet gelooft in het stikstofprobleem. Als we het niet oplossen kun je heel lastig nieuwe wegen bouwen en nieuwe huizen bouwen. Dus laten we zeggen, ook vanuit al dat soort perspectieven heb je die uitgaven wel nodig. Maar het is en-en, je moet het allemaal doen. De heer Wilders. Ja, voorzitter, ik wil hier niet het debat over klimaat en stikstof voeren, maar ik wil het debat voeren over de keuzes die je maakt. En 2 miljard is ontzettend weinig. En wat doet u ook vanaf 1 januari? Vanaf 1 januari haalt u eigenlijk eerst, ik zei het al in mijn termijn, 9 miljard euro weg. U zorgt ervoor dat in 1 januari het prijsplafond, u zei er net al wat over, waarschijnlijk niet doorgaat. Het vervalt gewoon. De energietoeslag verdwijnt. De zorgtoeslag die mensen extra hebben gekregen verdwijnt. En de brandstofaccijns verdwijnt of stijgt. Mensen gaan meer aan accijnsen op benzine betalen en diesel en zo. Dus dat kost ook nog een keer een bak geld. Dus die 9 miljard euro pakt u van de mensen af. En u geeft dan 2 miljard aan koopkracht extra. Daar heeft u gelijk in. Maar 2 miljard extra uit aan koopkracht. Terwijl u volgend jaar voor asiel en migratie 7 miljard euro uitgeeft. En ik snap nou daadwerkelijk niet, mevrouw de voorzitter. Waarom draai je dat niet om? Waarom zeg je niet, wij geven 7 miljard uit? Op zijn minst, zou ik zeggen, aan die Nederlander. Zodat die gepensioneerden weer wat extra geld krijgen. Zodat misschien het eigen risico wat minder kan. Of wat mij betreft helemaal weg in de zorg. Zodat we iets aan de huren kunnen doen. Zodat we de benzine, noem maar op. En we geven wat minder aan de opvang van asiel en migratie, dat zijn toch de keuzes? U bent toch de minister-president van Nederland? U zou toch in eerste... Ja, mevrouw, zodat misschien dat ik mezelf even af mag maken. U zou toch in eerste instantie het geld, het extra geld moeten besteden aan de koopkracht van onze mensen die het al zo moeilijk hebben? Zeker, en dat doen we dus ook. Hè. Dus daarom dat we behalve dat extra pakket van 2 miljard, omdat we zagen dat anders de armoede zou toenemen en ook een aantal kinderen in armoede zou toenemen in plaats van afnemen, hebben dat gedaan bovenop de vele miljarden die structureel doorlopen uit het pakket van vorig jaar. Dat pakket van vorig jaar was in principe natuurlijk eenmalig. Dus een paar elementen daarvan vervallen, omdat ze gewoon ook minder geschikt zijn. Bijvoorbeeld dat energieplafond, dat heeft nadelen. Het is kostbaar, het is ongericht. Er is ook een probleem juridisch, als je kijkt naar de Europese afspraken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het vraagstuk van die zorgtoeslag. Die loopt ook af. Die is minder effectief dan de huurtoeslag en het kindgebonden budget, waarvoor we nu in het pakket kiezen. Dus we maken de andere keuzes. Maar als je gaat kijken wat wij doen voor de koopkracht, dan denk ik dat dat een zeer aanzienlijk pakket is. Waardoor per saldo, als je het nu kijkt naar de afgelopen jaren, sinds 2012, halveert het aantal mensen in armoede. Sinds 2012 loopt met 1/3 terug het aantal armoede vermindert met 35% en het aantal kinderen in armoede halveert. Sinds 2012. Dus we hebben echt wel met elkaar behoorlijke stappen gezet.
Tot slot, de heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, de minister-president moet bladeren. Hij haalt wat dingen door elkaar, dat zij hem allemaal vergeven. U merkt het niet. Ik merk het ook niet. Maar heel veel mensen in Nederland merken het wel. Die merken dat ze hun boodschappen niet meer kunnen betalen. Die merken dat ze niet meer naar de tandarts kunnen omdat ze onverzekerd zijn. Niet meer naar de specialist gaan in het ziekenhuis omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Die merken ook mensen die gewoon werken. Mensen tot en met modaal inkomen merken dat ze aan het einde van de maand niet meer weten of ze hun vaste lasten wel kunnen betalen. En die worden gewoon onderbedeeld. Die krijgen gewoon te weinig. Als je kijkt naar de koopkrachtplaatjes, dan zie je, zeker als je het combineert met de cijfers van vorig jaar, toen mensen gemiddeld op min 1% zaten, dan zie je dat mensen er in 2 jaar tijd, 0,7% op vooruit gaan. En vaak in de praktijk fors op achteruit gaan. De ouderen van Nederland, mensen met alleen een AOW, zitten in de min. Het is toch ongelooflijk onbeschaafd dat dat gebeurt. Dus ik blijf erbij, mevrouw de voorzitter. En maar goed dat het dadelijk 22 november wordt en de verkiezingen zijn, dat we die Nederlander weer op één moeten zetten. Dat we moeten zeggen dat we het geld, als u dat al wil besteden, aan klimaat en stikstof en aan asiel en migratie, dat dat op zijn minst een ontje minder kan. En dat we dat extra geld vooral meer aan de Nederlander moeten geven. De Nederlander, meneer Rutte, daarvoor, zij hebben ons gekozen. Hun moeten we bedienen. Ze hebben het moeilijk. Alsjeblieft, geef hen de prioriteit. Voorzitter, de Nederlander kijkt nu waarschijnlijk naar dit debat, maar die zal het denk ik ook belangrijk vinden dat we in de toekomst in staat zijn om huizen te bouwen en wegen aan te leggen. Dan zul je toch iets aan stikstof moeten doen.